Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat, denk ik, misschien iedereen wil weten. Hoe maak je nou eigenlijk een tycoon? Nou, dat ga ik jullie dus nu laten zien. Eerst over een baseplate. Gaat die even laden. Nou, dan zitten we hier zo in Roblox Studio op dit eilandje. Even serieus, zo begint elk spel. Nou, bijna elk spel dan. Maar zo begin ik altijd. Nou, wat je begint te doen is tycoon in deze zoekbalk tikken. Je ziet allemaal verschillende tycoons. Zoek er eentje uit die je leuk lijkt voor jouw grootte. Of zoals Sky Tycoon. Lijkt mij wel leuk. Dan gaat hij even laden. Dat kan even duren. Kijk, staat hij dan? Maar nou zie je, ja, deze game staat al van Sky Tycoon, ik ken hem. Ja, klopt, hij is heel beroemd. Maar, wat we nu gaan doen, is deze hele tycoon veranderen. Maar, hoe het er nu uitziet, blijft. Alles wordt duurder of minder duur, of komt er anders uit te zien. Dat is het enige wat we gaan veranderen. Ja, dan druk je op Zendoff's Tycoon Kit, wat het is. Je kan de naam veranderen van hoe het is. Bijvoorbeeld Skyers. En dan druk je hier weer op. En dan currently to collect. Wat je aan het begin kan collecten. Dus bijvoorbeeld 5. Drop color. Zullen we maar groen doen. Mijn lievelingskleur. Owner. Daar ga je niks invullen. Nooit. 2 keer cash. Robux. Game Pass, snel, weg, lead. En dan purchases kunnen we alles veranderen. 2 keer cash. Upgrader script. 2 keer. Nou, die kunnen we dus weghalen, want daar hebben we niks aan. Gaan we naar buttons. Begin working. Dat kost dus 0. Maar, dan gaan we dat veranderen naar 5. En hoe je dat doet, dat weet bijna niemand, maar dat doe je zo. Maar dan kost het geen 5, kost nog 0 als alleen de naam is veranderd. En dan ga je in price 5 zetten. En dan, ja, zo kun je dus door en door alles veranderen. Nu killer dropper, kunnen we ook allemaal veranderen. Maar nu willen we natuurlijk weten... Hoe verander je de begin working ding? Waarom zeg ik nou weer ding? Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we naar begin working. Create ones of create ones. Purchases. Kijken. Start working. Start working. Start working. Come on! Ik kan jou toch wel vinden in hemelsnaam. Oh ja, ik heb een soort van virus op mijn Roblox Studio. Dus kan dat hier direct e-mail, je username en paswoord op gaat staan. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ben het toch gewend. En waar staat het nou? Wacht. Begin working. Oh. Wat? Waar moeten we dat dan vinden? Waar? Denk ik dat het gewoon dropper 1 is. Nee, dat is niet. Je kan trouwens ook alles veranderen hoeveel iets doet. Laat ik zo wel zien. Wow, wow, wow. Waar? Refiles. Gehuur. Dat is het ook niet. Jongen, ik heb echt zin om dit te zoeken. Ja, echt zin. Zoveel zin om dit te zoeken. Maar niet heus. Wacht even. We gaan gewoon weer even terug hierheen. We gaan alles wel even veranderen.
Nuclear dropper, nuclear dropper bedoel ik. En begin working, kost 5. Maar ik wil jullie even laten zien. Kijk, nou heb je echt 5 en kost het echt 5. Dan wil ik jullie wel even laten zien. Kijk, nou kost dat 5, we hebben 10 money, ik weet niet waarom. Maar dat kan niet, want we hebben geen 5 cash. Maar net als we hebben gemaakt, kan je hier 5 krijgen. Maar... laten we het gewoon 0 laten. Ik zei het, hè. Maar dat maakt niet uit. Kijk, zelfs dit. Disable 2-step verification. Dan weet je al even serieus dit is van een hacker. Maar maakt mij het uit. Heel veel. Laten we dit gewoon 0 laten, jongen. 0. Complete collect. Nou. Maar ja, dan doen we gewoon dat alles meer is. Maar serieus, zo kun je dus alles aanpassen. Bijvoorbeeld je hele tycoon. Kan je laser, buttons. Extra buttons. En zo kun je zelf gewoon alles maken. Ik vind het echt heel grappig dat ik kan. Drop a one. Kijk, weight one. Niet 2. En cash value. Value wordt 50. Dus dan krijgen we daar per 50. Dat, zo kun je echt alles aanpassen. Kijk maar. Touch to claim. Hadden we daar al gedaan toen de 5? Maakt niet uit. Maar kijk. 10 maag voor zoveel. Haha. 12 al. Give me the cash. Maar we hebben het wel. Maar het komt er niet te staan. Maar bij jullie wel. En kijk, dan krijgen we gewoon 50 per. Dat is eigenlijk best veel. Veel te veel, zal ik zeggen. Maar zo kun je eigenlijk wel alles aanpassen. Nou, vond je dit nou handig? En we kunnen echt alles aanpassen zo. Misschien ook nog met een andere tycoon en zo. Wil je meer weten? Typ dan in de comments. Meer Roblox Studio tips. Meer Roblox Studio tips. Typ daar maar. Als je meer wil weten over tycoons. Dan typ je meer Roblox Studio tycoons. Oké. Vond je dit nou handig? Klik op het duimpje omhoog. Vind je dit niet handig? Klik dan op het duimpje omlaag. Ik hoop dat ik heel veel duimpjes omlaag kan. Maar maakt niet uit. Tot de volgende video!